sommes et tous les mêmes. Macho, mais tu, bon de ma vie est infidèle. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine que tu le mérites. Avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Ik moet zeggen, het was echt een mega event. Heel veel mensen langs de weg al richting Spa. En vervolgens kom je Spa in, je komt amper het publiek door en de auto werd geparkeerd. Ja, meer dan 10 jaar doen ze dit event en het is elke keer een terugkomend gebeuren, de parade. Maar het is, ja, wordt elk jaar steeds drukker en ja, de fans kunnen gewoon heel dicht bij de rijders en de teams komen en de auto's. En dat zorgt ervoor dat het gewoon een heel druk, gezellig evenement is in de stad van Spa. Het is leuk om dan weer fans te zien en de mensen die van het race houden. En heel veel kennissen van mij die kwamen ook naar die race toe. En toen heb ik even een paar jongens in de auto laten zitten. Ja, het is natuurlijk gaaf als je een keer in zo'n auto kunnen laten zitten. Ja, het was gewoon heel leuk om te rijden naar die parade toe. Maar ik zat ook met de monteur naast me en het was wel leuk. Hij zat natuurlijk niet in de gordels of wat dan ook. Dus hij moest zich echt heel goed vasthouden. Want ik moest nog een paar dingen inrijden en dat moest soms een beetje agressief zijn. Dus hij schoot alle kanten op mijn monteur, maar dat was enorm leuk. Welcome to Super Pole. This will determine the top 20 order on the grid. The fastest 20 cars from last night's qualifying and night qualifying sessions combined go into this, where they get an outlap, two flying laps, and then an in-lap, and the order of the best times will sort out the grid. And 14th he was, and fastest he is. How about that? 218.025. And there's the reception. Even Clement Schmidt has to force a smile. Tijdens de kwalificatie heel goed werk verricht. De eerste 6 auto's waren Mercedes. Dus dat zorgt voor best wel wat ophef binnen de organisatie. En we haalden daarvan de pole position, wat natuurlijk behoorlijk gaaf was. En ja, we zaten eigenlijk net in een meeting met Mercedes van joh, wat te doen. En vervolgens kregen we het bericht dat we 5 minuten stop-and-go penalty hadden. En dat we onze tijden zijn afgenomen in de Super Bowl. Het negatieve eraan was dat we die 5 minuten stop-and-go kregen. En 5 minuten stop-and-go is 2 rondjes in principe. Plus 1 minuut 15 door de pitstraat. Dus ja, dat zorgt ervoor dat je de race al begint daar met 3 ronden achterstand. Welcome to the Blue Ribbon event in the Grandpan GT Series Endurance Cup. It is the total 24 hours of Spa. So many times has it all been said and done. But in the end, it's the fight that's just begun. Understand that it stays like this when the world is so hard to please. In you, my heart has found a home. So it's not about me. It's not about who I want to be. It's not about you. You know that we're better off with you. Because we are. It's a chance now to get a bit of warmth into the rubber, and then the serious business starts for 24 grueling hours. Together!
see. Yes, there they are. Mercedes, 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 Mercedes. Four in at the end of the first lap. Now let's go back to the pit lane and catch up with Indy Doncher from number 85. He's with our reporter, Dakota J. Indy, you just come in a second time. What's going on? The first time we had some problems. We had a slow puncture, so we came in. And the second time we did a stop and go penalty we got from Super Bowl. So we had to stand still 5 minutes, which didn't help us at all for a good result at the moment. Er kwam een auto in de grindbak en dat zorgde weer voor een full course yellow. En een full course yellow betekent dat je dan 80 over het circuit moet rijden. Je kan niet sneller rijden als een rondje van ongeveer 6 minuten. Je mag niet binnenkomen wanneer er al een full course yellow is en dan de pitstop rijden. Maar die jongens die reden al de pitstop in voordat die full course yellow kwam. Dus dat zorgde ervoor dat de andere Mercedes er wel goed naar voren konden rijden. En wij, ja, door een stomme strategische fout, dat niet hadden gedaan. Hij kan vrij snel die knop omzetten, maar het is natuurlijk nog steeds een grote teleurstelling, maar ja, je moet door. Je komt binnen, het eerste wat ze doen is refuelen. Refuelen is het volgooien van de benzinetank. En ja, die tijd is ongeveer 40 seconden, dus wij als rijders moeten op dat moment binnen 40 seconden in de auto zitten. We oefenen natuurlijk niet alleen maar als we aan het racen zijn, we oefenen ook gewoon in de pitbox, trekken de deur open en proberen dan zo snel mogelijk erin te klikken. Waarom zeg ik erin te klikken? Het vasttrekken en al dat soort dingen kan je daarna doen, omdat vervolgens de auto in de lucht gaat als ze klaar zijn met refuelen en dan gaan de twee jongens gaan de banden wisselen. We mogen niet met meer mensen aan de auto werken, dus we mogen op dat moment ook niet meer bij de auto staan. Heb je dat wel, kan je gewoon een drive-thru penalty krijgen of een stop-and-go. En dan moeten ze per band, de een neemt de man mee, de ander die haalt hem eraf en zet hem weer vast. En zo gaat dat hele rondje af. Op dat moment zit jij in de auto, kan je even alles aanvoelen, het stuur op de juiste positie zetten. Jouw naam tag aanzetten, zodat op de tv goed te zien is dat jij aan het rijden bent. En dan, dan knal je weer weg. Wij doen al dubbele stints, houdt in dat je minimaal 2 uur in de auto zit. Ja, ik reed in het donker, dus dan ben je nog dubbel zo gefocust, omdat alles om je heen gewoon donker is. En dan zit er echt zo'n soort van tunnelvisie in je. Een moeilijke race met veel ups en downs, veel gebeurtenissen gedurende het weekend. Helaas resulteerde het niet in een positieve kant voor ons, waardoor we wel de race hebben uitgereden, maar niet het gewenste resultaat hebben kunnen neerzetten, wat ik denk dat wel heel goed had kunnen zijn. Ik heb een beetje mixed feelings. Kijk, het is mijn eerste 24 uur race die ik heb gefinished, dus daar ben ik heel tevreden over. Ik heb veel in de nacht kunnen rijden, wat ik altijd heel fijn vind, dus daar heb ik heel veel ervaring weer in kunnen opdoen, dus dat is ook heel goed. Tijden waren goed, we hebben later nog kunnen analyseren na de race dat we gewoon echt tijden draaiden van de top 5. Dus ja, laat ook maar weer zien hoe sterk we als trio waren. Ja, het was gewoon, ik moet zeggen, na de 24 uur race zijn we echt wel naar elkaar toe gegroeid. En dat doet je ook heel goed, weet je. Het is leuk als je goed kan omgaan met je teamgenoten en dat je daar een leuke band mee hebt.
Dus dat is ook weer een positief aan de 24 uur.